Oh, wat zonde van al die kunst. Ik zou eigenlijk soep over de mensen heen willen gooien, die soep over andere dingen heen gooien. Van soep gooien op schilderijen naar jezelf vastlijmen live op televisie. We zien het steeds vaker en het lijkt wel steeds gekker te worden. Dus vandaag de stelling, extreme manieren van demonstreren. Is het bloed irritant of brood nodig? Ja, het is wel nodig, maar het is wel irritant. Ja. Ik begrijp hem wel. Maar ik vind wel dat bloed irritant is. Bloed irritant. Het is brood nodig, maar ook bloed irritant. Ik vind het niet goed. Nou, aan de ene kant doe gewoon wat je zelf wil doen. Maar aan de andere kant probeer minder aandacht te vragen. Ik zeg, het is de reden die het bloed irritant of brood nodig maakt. Iemand was er niet mee eens, die had zichzelf aan de tafel vastgeplakt. Ik zit vastgelijmd. Ja, enigszins onzinnige acties. Ik dacht, ik moest hier kapot hard lachen. Wat een mafkees. Beetje flauwkul eigenlijk. Ja. Waarom doe je dit? Dat was wel grap, ja, ik vond het grap om te zien. Dat ook gewoon op een normale manier. Je bereidt misschien wel zendtijd mee, maar ja, wat lost het uiteindelijk op? Die schilderijen kunnen er niks aan doen, die musea kunnen er ook niks aan doen. Oh, wat zonde van al die kunst. Ik heb er iets moois van gezien, want het was bij de Efteling, de vaak hier, van de een naar de andere kant vliegt en die had zijn eigen nog vastgeplakt. En was wel een leuk iets. Maar wat ik ervan vind, ja, ik vind dit niet de manier van actie voeren. Hoor. Bij mij wekt dat ergernis op en dan denk ik van ja, daar gaat het natuurlijk niet over. Hè. Het gaat over het klimaat. Ja, ik vind het wel zonde van die schilderijen, maar op zich snap ik het wel voor het klimaat. Ik denk wel dat ze het beter anders kunnen aanpakken dan zo kinderachtig. Gewoon met borden voor een gebouw in Den Haag of zo. Net als die vlaggen die op zijn kop liggen zitten en zo. Doe dat maar beter. Zakdoekjes aan je auto hangen, een boerenzakdoek, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, die extreme manier, dat vraagt in ieder geval wel de aandacht van de mensen. En we hebben het erover. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar het is bloedirritant. En zouden jullie zelf ergens tomaatsoep overheen willen gooien? Waarover? Ik eet hem eerst op. Misschien had hij niet smaakt. Maar zou ik hem over willen gooien? Bij jouw manier. Nee, dit kunstwerk is aan die functie. Ikke? Ja? Waar ik zelf soep overheen zou willen gooien. Mijn pizza. Over jou. Oh, dankjewel. Zonder van het eten. Ik ben nog van de generatie waarbij je opgevoed werd met je gooit niet met eten. Ja, dan zou ik het eerder over een shell of zo doen, weet je, over die ruiten daar, maar niet bij zo'n schilderij. Dat is gewoon leuk om te zien, dus een beetje zonde. Nou, ik denk wel dat als we ik zou eigenlijk soep over de mensen heen willen gooien, die soep over andere dingen heen gooien. En wat is je lievelingssoep? Mijn lievelingssoep? Mijn lievelingssoep is denk ik wel een tomaat paprika gepoft met knoflook. Zo'n gepofte paprika en tomaat soep.